vanavond is denk ik bij uitstek zo'n avond, waarin we dan stilstaan bij het stadsdeel Zuidoost. Wat een ongelooflijk muzikaal en gevarieerd en rijk cultureel stadsdeel is. En ja, we krijgen een geweldige line-up. En ja, Orville Breveld, met wie we al jaren samenwerken, die heeft het eigenlijk bedacht. En die kent ongelooflijk veel jongens en meisjes uit het stadsdeel. Die zegt van, daar moeten we nou echt een keer mee gaan samenwerken en hier op het podium brengen. En dat wordt geweldig, denk ik. Jij hebt laten zien, Marjorie zei dat in mijn oren, Marjorie is one of my best friends, staat daar. Marjorie zei in mijn oren, zei, kijk wat Orville doet. Orville geeft onze kinderen en onze kleinkinderen een glimp van wat zij kunnen bereiken. Dankjewel. Ja, jij bedankt. Ik vond het echt geweldig. Dat hebben ze prachtig gedaan. Alle talenten uit Zuidoost. Wauw. Trots. Zeker trots. Ik voel me ook heel erg verbonden eigenlijk. Het is goed dat het hier is en dat het op de nationale televisie komt. Zuidoost. De top. Knap dat jong talent ook op het podium mag. Ik heb ervan genoten. De afwisseling, het enthousiasme. Zuidoost is op de kaart gezet alweer. Eigenlijk zijn mijn verwachtingen meer dan waar gemaakt. Ik vond het super. Ik ben uitgenodigd door mijn nichtje. Die had een kaartje voor me. En ik heb er helemaal geen spijt van. Ik vond echt alles fantastisch. Ja, en ik denk ook wel dat hoe harder je werkt, hoe ver je het kan schoppen eigenlijk. Want ik denk niet dat deze mensen ooit dachten dat ze in het concertgebouw zouden staan en voor zo'n groot publiek zouden optreden. Ja, vanavond was magisch. Vanavond was een stukje cultuur. Zuidoost, 183 nationaliteiten. En het voelde alsof al die nationaliteiten in het concertgebouw waren.
en mij die energie en warmte gaven. Dus voor mij voelde het ook alsof ik gewoon in de woonkamer stond met familie. Het is een enorm voorrecht dat we dit hebben mogen doen. Al die mensen zijn gekomen en dat die artiesten hun talenten hebben kunnen laten zien. Al die verschillende genres. Eigenlijk zouden we nog uren kunnen vullen met zoveel talent uit Zuidoost. Maar het belooft dat we dit vaker moeten doen.